Vandaag laat ik jullie een nieuw reinigingsritueel zien voor de jonge gecombineerde huid met de Medex producten. Als eerste verwijder ik mijn oogmake-up met de Eye Makeup Remover. Ik begin het ritueel met de Ablutio Milk, een speciaal ontwikkeld reinigingsmelk voor de gevoelige en onreine huid. U kunt de Ablutio Milk 2 keer daags gebruiken. U masseert de Ablutio 2 keer daags in met vochtige vingers, waarna u het nadroogt met vochtige sponsjes of washandjes. Pak een geruime hoeveelheid. Die u verspreidt over het gelaat. Ik begin nu met de dieptereiniging, waarmee ik start met de Ceratoxis Gel. Ik heb 3 pompjes van de Ceratoxis Gel aangebracht op mijn handpalm en deze ga ik nu emulgeren met water en verspreid ik over het gelaat. Vervolgens breng ik de Comedo Multilat aan, een diepreinigende peeling met mineralen en het lost ook comedonen op. U gebruikt de Comedo Multilat naar behoefte, maar niet vaker dan 1 à 2 keer per week. De laatste restjes kunt u verwijderen met een droog scrubsponsje. Voor extra stimulatie na de peeling breng ik nu de Alpha YC 10% aan. Het bevat natuurlijke fruitzuren. Ik heb het nu even in laten werken. En nu kunt u het weer gelijkmatig met natte sponsjes of een washandje eraf halen. De Medex 3-fase reiniging is meer dan alleen een reiniging. Het is de eerste fase voor de huidverbetering. Voordat ik het Worxcelic Mask aanbreng, gebruik ik eerst de essentiële olie Purus Ampoule. Door de extra werkstoffen in deze ampoule krijgt u nog een beter resultaat. Je kunt dit heerlijk inmasseren over het gehele gelaat. En vergeet niet uw hals mee te nemen. Hierna breng ik het Worxcelic Mask aan. Deze opdrogende kleimasker heeft een zuiverende werking waarbij de dode cellen worden verwijderd. Ik breng de hoeveelheid aan, een dunne hoeveelheid, op het droge huid. Je kunt dit 1 keer per week kunt u dit gebruiken. En als u het heeft aangebracht op het gelaat, moet u het 15 minuten laten intrekken. U voelt dat echt dat het helemaal is samengetrokken en dat het echt de verkoeling, dat het echt door heeft gezet. Na het gebruik van het Worxcelic Mask breng ik nu de lotion Humedios aan. Deze lotion herstelt de pH-waarde van de huid en geeft weer de natuurlijke barrière. U brengt ongeveer 4 pompjes aan op droge watjes, waarna u de resten van het gelaat verwijdert. Voor mijn huidtype breng ik de Eugentic Day Cream aan. Dit verschilt natuurlijk bij ieder huidtype welke crème het meest geschikt is. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.